Hey Leo, welkom bij Puur Tarot. Mijn naam is Esmeralda en ik kom vandaag jullie reading doen voor de maand april. We gaan een keer kijken voor de Leo wat op dit moment belangrijk is. Welke boodschappen er naar voren mogen komen voor de Leo. Ik dacht dat ik mijn micro niet aan had. We gaan een keer kijken. Allereerst, dankjewel voor al de berichten die ik heb mogen ontvangen. En dat jullie toch een voorkeur hebben naar de sterrenbeeldreadingen. Dus bij deze, hier zijn we met de sterrenbeeldreadingen. Ik ga de collectieve readingen ook nog doen. Dit gaat niet per week zijn of zo. Ik ga dit pas doen als ik voel dat het moet gedaan worden. Dus alles gaat uiteindelijk bij het oude blijven. Dus ja, ik wil dat een keer laten weten. Dus dank u wel voor al de reacties die ik mocht ontvangen. We gaan even kijken wat op dit moment belangrijk is voor de Leeuw. Voor de maand april, voor het collectief de Leeuw. Geval die nu weer een reading. Ook te maken met iemand die nogal macht en controle heeft over u. Iemand die nog niet alles heeft geheeld, die gekwetst is, die nog littekens op het hart heeft. Het kan zijn dat je te maken hebt met een andere vuurteken. Ram, leeuw, boogschutter energie. Iemand die actie wilt ondernemen, maar er is bedrog. Punt. Er is bedrog. Dit is iemand die niet eerlijk is. Sneaky gedrag, u van alles wijs maakt, maar heel veel passie naar u toe heeft. Maar ik ga het even anders proberen invoelen nu. Het kan zijn, Leo, dat jij ook heel graag actie onderneemt naar deze persoon. Omdat jij ook heel veel passie voelt naar deze persoon. Misschien moet jij wat meer eerlijk zijn naar jezelf. Misschien loopt jij eigenlijk weg van je eigen waarheid. Dus niet wat dat resoneert. Ofwel ben jij het, ofwel heb je te maken met een andere persoon. Er is iemand die heel graag controle en macht heeft over je. Iemand die nogal koud, kil, cool kan overkomen. Heel slim is, heel veel wijsheid heeft. Kan een vaderfiguur zijn, hoeft niet. Dat kan gewoon iemand zijn die nogal een vrij sterke mannelijke energie heeft. Maar jij straalt wel. Dus ik heb wel het gevoel dat jij straalt. Voor sommigen onder jullie voel ik, wat ik voel hier eigenlijk, verschillende dingen. Voor sommigen onder jullie gaat de zon voor jullie opnieuw beginnen schijnen. Dus mocht het nu op dit moment donker, grijs, zwart, negatief, alles zijn boven jullie hoofd, het licht gaat opentrekken. De waarheid gaat naar boven komen. Het gaat verlichten. Dus als er bijvoorbeeld soort van geheimen zijn, het gaat naar boven komen. Ik heb wel het gevoel dat er iemand is die nogal stabiel in het leven staat, maar echt stabiel in het leven staat. Heel veel wijsheid heeft, een hele hoge functie heeft, een vaderfiguur of een zeer mannelijke figuur, ramenergie. Maar er is hier nog iets niet geheeld. Er zitten nog littekens op het hart. Dus het kan ook zijn dat deze persoon contact gaat opnemen, actie gaat ondernemen op een zeer enthousiaste, ambitieuze, passionele manier, maar er is hier iets niet eerlijk. Het kan zijn dat deze persoon niet eerlijk is naar zichzelf toe, omdat er nog iets moet verwerkt en geheeld worden. Het kan ook andersom zijn, Leo, dat jij passioneel je actie wilt ondernemen, maar dat jij naar jezelf gaat moeten kijken, omdat jij bepaalde stukken nog niet volledig hebt verwerkt. Maar de zon gaat schijnen, dus het gaat openklaren. Het kan ook zijn, Leo, dat jij te veel controle vasthoudt. Probeer alles op zijn natuurlijke beloop te laten gaan. We gaan hier een keer kijken. Maar jongens toch, zo regenen. Horen jullie dat? Die
pijpen stelen van hier. Het is niet normaal. Het is deprimerend om een deur. We hebben de zon nodig. Wij kunnen niet zonder de zon. Vooral de leeuwen zullen daar enorm moeilijk mee hebben dat de zon er maar niet doorkomt. Oké. Je bent een emotionele vervulling voor iemand. Je hebt te maken met iemand die jonger is dan je, kinderachtig, onvolwassen, moeilijk kan communiceren, zeer nieuwsgierig is, maar heel veel passie heeft naartoe. Er ligt hier wel een emotionele vervulling. Ik weet nog niet wiens emotionele vervulling het is. Het kan zijn deze persoon die jonger is dan u, die trust issues heeft, die u in toe houdt op allerlei mogelijke manieren, dat deze persoon alleen maar een emotionele vervulling heeft naar passie. Sommigen gaan zich wegtrekken van deze ramenergie. Het kan zijn dat er nu op dit moment geen contact is tussen u en deze persoon, als ik hier onderaan kijk. Ik heb het gevoel, Leeuw, dat jij je gaat wegtrekken. Je gaat alles op een rijtje zetten. Je gaat controle loslaten. Of je gaat doorhebben dat er iemand controle heeft over u. Het is een zeer sterke ramenergie. Hoeft natuurlijk geen ram te zijn, hè? Maar er is iemand zeer, zeer nieuwsgierig naar u. Naar de passie naar u toe. Een emotionele vervulling. Deze persoon is jonger dan u. Er wordt geroddeld over u. Er wordt gesproken over u. Ik heb het gevoel dat er oneenigheid in de lucht hangt. Ik weet het niet. Er hangt oneenigheid in de lucht. Het is iemand die hem alleen voelt. Het is iemand die eigenlijk tot bezinning wilt komen. Die aan het ronddwalen is. Het is iemand die sowieso jonger is dan u. Die u in het oog houdt. Noosken in het zeil houden. Heel nieuwsgierig is. Trust issues heeft. Dat is wel natuurlijk veel, hè. Maar aanzien dat die kaart hierop valt, heb ik toch wel het... Ik doe normaal gezien geen reversals. Maar het is slecht dat deze persoon een vereniging wilt, maar dan ook weer niet. Geen vereniging op emotioneel vlak, wel een vereniging op passioneel vlak, heb ik gelijk zo het gevoel. Maar jullie gaan elkaar toch tegemoet komen. Het is iemand die een tweede kans wilt. Het is iemand die hem eenzaam voelt. Kan jonger zijn dan u, of hij is gewoon al volwassen dan u qua verbale communicatie. Het is een emotionele vervulling, een nieuw passioneel begin. Het is iemand die zich eenzaam voelt, die tot bezinning aan het komen is. Die eigenlijk een beetje aan het ronddwalen is, maar toch een vereniging wilt. Die eenheid, die gelijkheid. Dit is iemand die eigenlijk een tweede kans wilt. Kan een kreeft zijn, hoeft natuurlijk niet. Maar er liggen hier wel telepathische, spirituele communicatie. Ja, het is iemand die... Die persoon is jonger. Die persoon is kinderachtig, gelijk dat wij in België zijn. In het algemeen Nederlands onvolwassen. Het is iemand die... Ja, het is een overgevoelig iemand. Kinderachtig gedrag. Maar het is altijd goed bedoeld volgens die persoon. Het is zo vrij speelsheid. Het communicatie is vanuit een schildknaap. Er zijn trust issues. Dat communiceren gaat niet tussen jullie, heb ik het gevoel. Ik ga een keer verder kijken. Of je hebt gewoon te maken met iemand die jonger is dan u.
Ja, dat is eigenlijk iemand die al bezig is van in de herfstperiode. Kijk, er moesten hier bepaalde dingen losgelaten worden, opgeruimd worden. Er moest hier schoonmaak gehouden worden. Zodat deze persoon eigenlijk kon groeien in energie. Dat is iemand die eigenlijk is weggelopen en die persoon ga je eigenlijk opnieuw chasen. I'm coming back. Trust the process. Mijn liefde is er nog steeds, want deze persoon voelt zich eenzaam. Dus jij bent sowieso een emotionele vervulling voor deze persoon. Maar ik heb toch het gevoel dat dat iemand gaat moeten zijn die toch een beetje gaat moeten groeien in energie. Die toch een beetje volwassen gaat moeten worden. Het kan zijn dat je misschien te maken hebt met twee personen. Vertel mij meer over de emotionele vervulling. Het is iemand die wel graag drinkt, maar met maten. Hè. Kijk, er is ruimte tussen oud en nieuw. Het liefdesleven is geblokkeerd. Dit is iemand die eigenlijk op zoek is naar balans. Het is iemand die aan het ronddwalen is. Maar jij brengt deze persoon wel licht in zijn leven of haar leven. Jij maakt deze persoon gelukkig, maar het is iemand die geen vertrouwen heeft, die nieuwsgierig is, dan oneenigheid in de lucht. Het is iemand die zich eenzaam voelt, die kinderachtig gedrag heeft. Het liefdesleven is geblokkeerd tussen jullie. Iemand zit op dit moment in een bevroren bepaald gebied. Jij valt hieruit, Leeuw. Je bent een emotionele vervulling voor deze persoon. Maar hij ook voor u. Een keer verder kijken. Hij gaat wel in uw kracht moeten blijven staan. Er is wel wat lust naar elkaar toe. Vertel mij meer over die Emperor. Je hebt echt te maken met iemand die jonger is dan u. Ja, dat is iemand die je eigenlijk wel in het oog houdt. Het vizier is op u gericht. Misschien heb je te maken met een boogschutter. De pijl is volledig naar u gericht. Maar dat is iemand die ook die persoon moet ook controle loslaten. Het is iemand die wel beseft wat hij doet. Ook al valt hij jonger dan u of lager in zijn energie. Maar dit is iemand die vluchtberichtjes stuurt, passioneel is, op avontuur wilt gaan. Want een pijl is eigenlijk naar u gericht. Maar op de een of andere manier is dat iemand die wel stilstaat op het gebied van de financiën. Stabiliteit. Dit is iemand die wel volhardend is. Die probeert om de financiën, de stabiliteit, de structuur te laten groeien eigenlijk. Maar mocht er nu op dit moment geen contact zijn tussen jullie, deze persoon gaat zich wel laten horen. Je hebt twee keer de kaarten van boodschappen. Dus iemand van jullie heeft twee kinderen. Of je hebt te maken met een persoon die twee kinderen heeft. Het is net alsof dan de kinderen tussen jullie in staat. Ga niet voor iedereen zijn. Want ik heb hier tweeling en boogschutter. Ik heb hier kreeft. Even verder kijken. Maar toch gaat deze persoon wel een boodschap brengen. Passioneel. Nieuw avontuur. Heel enthousiast. Passie kan gedeeld worden, maar de stabiliteit op dit moment niet. Deze persoon is bezig aan de financiën eigenlijk. Even verder kijken. Vertel mij meer over die vier van kalken. Er komt karmische gerechtigheid. Dan leed je wel een overwinning. Er komt hier waarheid naar boven. De situatie komt eindelijk in balans. Heb ik dat net niet gezegd? Dat er hier is er geen balans. Maar deze persoon gaat wel groeien in energie. Waardoor dat deze persoon of jullie karmische rechtigheid gaat krijgen. Er gaat hier een gevoel komen van weer vrij te voelen. Een overwinning. De waarheid komt naar boven. Dus in deze situatie waar jullie nu in zitten, gaat er balans komen.
De weegschaal gaat opnieuw in balans gebracht worden. Het kan in de ramseizoen gebeuren of je hebt te maken met een ram. Er is iemand die je in toog houdt. Sowieso, watching you. Het kan een schorpioen zijn die u in toog aan het houden is. Voor sommigen onder jullie ligt er wel een nieuwe liefde klaar. Ik ga een keer verder kijken. Ja, dit is eigenlijk iemand die nog iets gaan moeten healen vanuit het verleden eigenlijk. Ja, kunnen wel wat kleine traumaatjes zijn die nog niet volledig zijn verwerkt. Dus dit is eigenlijk iemand die aan schaduwkanten gaat werken. Die persoon gaat er wel proberen over te geraken, maar die persoon heeft zoveel controle. Die persoon moet echt controle loslaten. Dat is iemand die... Ik weet niet wat er controle vasthoudt. Ofwel zijt het geilie, ofwel is de persoon waar je mee te maken hebt. Maar er ligt hier zoveel controle, dat moet losgelaten worden. Alles moet hier op zijn natuurlijke beloop gegaan worden. Want er komt karmische rechtigheid, er komt waarheid. De weegschaal gaat opnieuw in balans komen. Maar laat die controle los. Laat het los. Iemand kan hier niet loslaten. Jij of de andere persoon. Want de emotionele wonden moeten nu echt wel geneest worden, geheeld worden. Er moet hier echt healing plaatsvinden, want er is hier alleen maar vanuit de mind en alleen maar vanuit de passie. Ik zie nog geen liefde. Waarom geen liefde? Omdat er hier emotionele wonden zijn. Maar dat wordt vastgehouden. Maar nee, ik ga je dat niet healen. Dat gaat wel goed komen als ik iemand leer kennen. Nee, zo werkt het niet. Maar het is iemand die wel gaat gaan lopen. Het kan zijn dat deze persoon wegloopt, terugkomt, wegloopt, terugkomt. Ik heb misschien ergens weegschaal in uw chart, ascendant, maanteken, hoeft natuurlijk niet. Je hebt ergens maagd of steenbok in uw chart, hoeft natuurlijk niet. Of je hebt te maken met een weegschaal, boogschutter, steenbok, schorpioen. Kan ook een andere leeuw zijn. Ik heb hier ook tweeling, kreeft, boogschutter, ram heel sterk. Het is toch iemand die schrik heeft om een blauwtje op te lopen. Vertel mij meer over de ridder van pentakels. Die persoon is wel bezig met de financiën, hoor, met de structuur eigenlijk. En dat is iemand die zoiets heeft van... Ik ga blijven geloven, want voor mij bestaat magie. Mocht jij nu op dit moment zo in een moeilijke situatie zitten of je geloof is kwijt, er komen hier onverwachte gebeurtenissen. Er komt hier een hoger bewustzijn, gaat wakker worden. Of deze persoon gaat wakker worden, want er ligt hier wel onvoorwaardelijkheid. Blijf geloven, magie bestaat. Dus als jij denkt, ah, maar die persoon gaat toch niet werken aan zijn healingproces. Jawel, magie bestaat, er moet gewoon controle losgelaten worden. Niet altijd gemakkelijk natuurlijk. Het kan zijn dat deze persoon wel eerst gaat kijken in hoeverre hij kan gaan. Silly games. Want dit is iemand die eigenlijk de diepe emoties en de intenties naar u toe wel verbergt. Dit is iemand die eigenlijk aan het leren is om kwetsbaar op te stellen. Dus het zou kunnen dat deze persoon van de schildknaap naar een koning gaat groeien. Want we hebben hier schildknapen. Maar qua controle, dat is een keizer, hè. Controle vasthouden, dat gaat perfect. Dat is iets dat heel hoog staat. Maar het zou wel een keer kunnen dat deze persoon wel gaat groeien in energie. Gaat groeien om kwetsbaarheid meer te tonen naar u toe eigenlijk. Oh, ik neem de verkeerde kaarten vast. Jij mocht meer zelfliefde hebben. Je gaat ook jezelf meer als prioriteit stellen. Misschien heb je ergens aardeteken in je maan of ascendanteken. Maar je gaat meer jezelfliefde ontwikkelen. Je gaat jezelf als prioriteit stellen. Helpt jij deze persoon financieel? Leeuw?
en eventueel van teleurstellingen gebracht. Kom karmische rechtigheid. Je hebt ergens weegschaal in je chart. Probeer niet weg te kijken van deze situatie. Sta op een kruispunt. Al die schildknapen. We hebben ze alle vier. Hè? We hebben ze echt alle vier. Hè? Hier zijn kinderen mee gemoeid. Kan niet anders. Hier zijn kinderen mee gemoeid. Deze persoon is echt niet volwassen. Er gaan heel veel boodschappen binnenkomen. Er liggen ook meerdere mensen in uw reading. Maar ik heb ook het gevoel, Leo, dat jij misschien deze persoon helpt op financieel vlak. En brengt u van teleurstelling. Maar ik heb ook eigenlijk een ander gevoel. Mocht je te maken hebben met een vuurteken. Ram, leeuw, boogschutter. Dit is iemand die eigenlijk actie gaat ondernemen. Op een vurige, passionele manier. Want jij maakt deze persoon uiteindelijk wel gelukkig. Maar er is niet genoeg geheeld. Ook jij niet. Ook jij hebt niet alles geheeld. Maar er komt karmische gerechtigheid. De waarheid komt naar boven 2 malen. Qua passie gaat deze persoon sowieso groeien. Ofwel ben jij het, ofwel is het de andere persoon. Ik heb het gevoel dat sommigen onder jullie te maken hebben met een andere vuurteken. Een andere leeuw, een boogschutter, een ram. Het kan zijn dat je deze persoon gaat helpen. Of mocht jij heel veel hebben gegeven aan deze persoon, het gaat gelijk terugkomen. Vertel mij meer over de 5 van Pentakels. Er komt iets naar u toe. Vertel mij meer over de 5 van Pentakels. Ja, het kan zijn dat je op een kruispunt staat. Maar je bent ervaring aan het opdoen. Ga op ontdekking. Om betere keuze te kunnen maken. Maar je staat uiteindelijk op een kruispunt. Klein momentje. Ik hoor iets beneden. Oké, waar waren we gebleven? Eventjes opnieuw. Er komt karmische gerechtigheid. De waarheid gaat naar boven komen. Je hebt op de een of andere manier in je ascendant of maanteken hebt je weegschaal of je hebt te maken met een weegschaal. Er is iets waar je op dit moment van wegkijkt of je staat op een kruispunt. Hier hebben we ook weer kruispunt. Weet je niet goed welke keuze je moet maken of de andere persoon weet niet goed welke keuze er moet gemaakt worden. Maar er komt sowieso een liefdesboodschap. En nog een andere boodschap dat van stabiliteit kan bieden. Dit is toch een soort van wens. Dit kan natuurlijk uw wens zijn, Leeuw. Om een keer verder kijken. Het kan ook zijn dat het te maken heeft met een andere vuurteken. Dat dit de energie is van de andere persoon waar je mee te maken hebt natuurlijk. Maar er is magie, mirakel. We gaan hier een keer verder kijken. Ik voel wel dat er kinderen zijn bij betrokken. Ofwel heb jij kinderen of de andere persoon geeft kinderen. Of jullie hebben beiden kinderen. Amai, Mercurius retrograde, dat slaat altijd op mijn articuleren. Voodoodal. Oké, er wordt eigenlijk wel gevraagd, Leeuw, take back the power you gave. Dus neem uw kracht terug. Op de een of andere manier geeft jij uw kracht weg aan die ene persoon. Dus probeer uw kracht terug te nemen. Want er is wel iemand die u probeert te misleiden, heb ik wel het verstoor. Maar jullie gaan ook een torenmoment krijgen, een aha-moment. Ontwaken van een bepaald iets. En ik heb weer weegschaal. Dus het kan zijn dat je heel sterk weegschaal in je chart hebt. Of je hebt te maken met een persoon die weegschaal heeft. Maar er ligt op de een of andere manier een verzoening. Wat ging ik nog doen? Ja. Blijf ook stralen, alstublieft, Leeuw. Kijk, je bent een cyclus aan het afronden. Je bent een levensles aan het leren. Het kan een levensles zijn met deze persoon die je aan het leren bent. Er moeten hier nog echt emotionele wonden geheeld worden. Deze persoon moet dat echt doen. Maar toch heb ik het gevoel, Leeuw,
omdat jij ook emotionele wonden hebt, dat jij dit ook gaat moeten healen en dat jij zelf onderzoek gaat beginnen doen. Je gaat introspectie beginnen doen. Je gaat dingen beginnen analyseren. Zelfonderzoek. En soms ga je dat moeten doen in eenzaamheid. Maar dit kan ook de andere persoon zijn natuurlijk. Dus er wordt hier wel een levensles geleerd. Er gaat hier een cyclus afronden. Naar mijn gevoel gaat dat toch eind april zijn. Ja, zo 21, 22 april kan er wel ongeveer een cyclus afgesloten worden. Er is iemand, kijk, deze schildknaap is aan het groeien qua communicatie. Dus ik heb het gevoel dat deze schildknaap heel moeilijk communiceert of kinderachtig communiceert, onvolwassen communiceert. Maar dit is iemand die uiteindelijk gaat groeien vanuit het mentale. Dus ik heb wel het gevoel, er hangt enigheid in de lucht, sowieso. Je gaat sowieso een boodschap krijgen, je gaat op de een of andere manier berichten krijgen, gesprekken gaan gevormd worden, omdat er oneenigheid in de lucht hangt. Dus dit is wel iemand die toch wel een beetje op een agressieve manier, out of the blue, heel plots, heel impulsief, helemaal rusteloos communicatie gaat brengen naar u toe. Kan een tweeling zijn, hoeft natuurlijk niet gaan uiteindelijk om die energie, want er liggen wel wat dingen verborgen, want er zijn angsten en onzekerheden. Deze persoon heeft heel veel passie, maar jij hebt ook heel veel passie voor deze persoon. En het wiel gaat draaien, dus het universum gaat ervoor zorgen dat er veranderingen gaan komen. Die emotionele vervullingen gaan effectief gaan komen, sowieso. Maar er worden hier nog steeds opties open gehouden. Ofwel houdt jij je opties open, of de andere persoon houdt de opties nog open. Maar er ligt hier wel een verzoening, sowieso. Maar deze persoon struggled in pages en in ridders, heb ik het gevoel. Maar als het op passie aankomt, kan deze persoon wel groeien van een page naar een koning. Schildknaap naar de koning. Maar hier voel ik het heel moeilijk of jij het bent of de andere persoon het bent. Als jij het bent, Leeuw, zie ik hier dat jij actie wilt ondernemen. Maar door met de kaart van de Voodoo Doll heb ik toch het gevoel van neem uw kracht terug. Neem gewoon uw kracht terug, want je kunt of je gaat op de een of andere manier gemisleid worden. Er liggen hier wel dingen verborgen. Een keer vragen, een keer kijken wat het zou kunnen zijn. Want de diepe emoties naar u toe zijn ook verborgen. Dat wordt volledig voor zich gehouden. Door de angsten en door de onzekerheden. Dus de angsten moeten eigenlijk doorzien worden. Maar omdat de emotionele wonden nog niet zijn verwerkt, geheeld, aangepakt, blijven die angsten en die onzekerheden daar zitten. Dus ik ga een keer vragen, een keer kijken wat er toch naar boven mag komen voor de Leeuw. Want iemand zit in illusie. Het kan zijn, Leeuw, dat jij te maken hebt met een bepaalde persoon en dat die persoon in een illusie zit. Out of the blue. Deze persoon komt out of the blue op je pad. Uw persoon gaat komen communiceren, maar je ziet het niet. Het ligt nog verborgen. En het gaat als een shockmoment ervaren worden. Sommigen onder jullie gaan een nieuwe liefde tegenkomen, maar het is Mercurius retrograden. Wacht nog even, want het zou wel een keer wrong time, wrong place kunnen zijn in verband met de nieuwe liefde die je zou kunnen tegenkomen. Ik heb toch het gevoel dat de emotionele wonden, die healing, die gekwetst zijn op het hart, teleurstellingen, onrecht die is aangedaan, dat gaat eerst moeten verwerkt worden. En ik voel dat dat in eenzaamheid gaat moeten gebeuren. Ofwel ben jij het Leeuw, of het is jullie beiden. Dat jullie het alle twee gaat moeten doen. Maar de passie die is er zeker en vast. Sowieso. Die persoon heeft een oogstje, heeft zijn of haar vizier naar u toe. Een liefdesboodschap voor de Leeuw in verband met deze reading. Of het kan zijn dat je te maken hebt met verschillende personen, Leeuw. Die eigenlijk allemaal qua energie lager vallen dan nu. Maar jullie moeten beiden controle loslaten. Zowel jij als de andere persoon. Een liefdesboodschap voor de Leeuw in verband met deze reading.
passion. Insane chemistry. Like each other equally. Having fun. Er is zoveel passie tussen jullie. Met communicatie en die emotionaliteit, dat is niet. Dat moet gegroeid worden. Toch zijn een emotionele vervulling voor elkaar. Dat is hier wel duidelijk. Maar het liefdesleven is op dit moment geblokkeerd. Er moet balans. Er moet gewoon balans gezocht worden tussen jullie beiden eigenlijk. En je gaat alle twee water bij de wijn moeten doen. Je gaat beiden in balans moeten komen. Je hebt twee keer het karmische gerechtigheid. Twee keer moet de weegschaal in balans gebracht worden. Maar als ik mij niet vergis, heb ik die kaart een paar keren gezien. Dus ik heb toch het gevoel dat jullie beiden wegkijken van een bepaalde situatie. Jullie weten het beiden, maar jullie kijken er allebei van weg. En er zijn mentale conflicten, sceptisch gedrag. Jij wil het zo, de ander wil het zo. En het is niet in balans. De ene is volwassener dan de ander eigenlijk. Maar dat kan gegroeid worden, dat kan verbeterd worden. Dat is een cyclus die kan afgesloten worden. Zo, Leeuw. Ik hoop dat je toch je antwoorden hebt mogen vinden. Dat je toch duidelijke boodschappen hebt mogen ontvangen. Ik ben jullie super hartelijk dankbaar voor het liken, delen en subscriben van mijn kanaal. En ik zie jullie de volgende keer terug. Bye bye.